Goedemorgen. Welkom bij mijn eerste voorleessessie online. Rare situatie, scholen een paar weken gesloten. Jullie kunnen niet naar school, wij kunnen niet naar school. En leerkrachten niet. Papa's en mama's die thuis moeten werken ofzo. Of misschien juist niet. Heel belangrijk werk doen in ziekenhuizen. Of lekker de winkels bevoorraad houden. Hoe dan ook. Het is een beetje raar allemaal. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon een superleuk verhaal voorlezen de komende weken. Online. Iedere dag doe ik gewoon een paar hoofdstukjes. En ik ga gewoon het hele boek helemaal uitlezen voor jullie. Ik doe dit vanuit huis. Dus als je af en toe een hond voorbij hoort scharrelen. Dat klopt. Ik heb een hond. En het leven gaat ook gewoon door hier. Ik kies voor gezocht normale ouders. Ik weet niet of ik daarna nog meer boeken voor ga lezen. Maar ik begin in ieder geval hiermee. Dit is een van mijn allereerste boeken eigenlijk. Het kwam eerst uit in een andere vorm. Ik zal jullie dat even laten zien. Kijk, het kwam eerst uit als Het Limonadevliegtuig. Of De Ongewone Avonturen van de Familie de Bruin. En uiteindelijk hebben we besloten om er een ander boek van te maken. Gezocht normale ouders met nieuwe avonturen erbij. En ik moet zeggen, zelf vind ik het echt een van mijn grappigste boeken ooit. Die ik geschreven heb. En ik hou heel erg van Gijs, mijn hoofdpersoon. En hij maakt van alles mee. En het leuke was dat ik in dit boek kan ik echt mijn hele fantasie los laten gaan. In deze serie, want het zijn 4 boeken tot nog toe. En ik begin maar gewoon eens bij het allereerste deel waarin ik jullie Gijs voorstel en zijn familie, want hij heeft een beetje een aparte familie. Als je dit wilt volgen allemaal, hieronder staat vast ergens een linkje. Ik zie hem niet natuurlijk, maar hieronder. Waarop staat volg of deel en gebruik het gewoon als je leraar of leerkracht bent en denkt van oh dat is leuk, dat wil ik delen met de kinderen thuis. Abonneer je erop, hieronder ergens. Ik ga gewoon maar eens beginnen. En ik begin bij Kawipi Wipi. Hoofdstuk 0. Ik snap nooit dat we met hoofdstuk 1 beginnen in boeken. Want als we een gebouw hebben, heb je ook eerst verdieping 0 en de gewoon begane grond. Dus dit hoofdstuk is eigenlijk de begane grond van het verhaal. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat Gijs de Bruin een heel normale jongen was. En dan zou dit verhaal hier misschien al lang geëindigd zijn. Want er zijn zoveel normale en gewone kinderen op de wereld. Als je over al die kinderen een verhaal zou moeten schrijven, nou, dan was je als schrijver nog wel een tijdje bezig. Gijs had een heel gewoon gezicht. Een doorsnee postuur en een alledaags kapsel. Hij droeg onopvallende kleren en had een gemiddelde schoenmaat. In feite kon je zeggen dat Gijs gewoon Gijs was. Niets meer, niets minder. Dat zou inderdaad zo zijn geweest als je geen rekening zou houden met de rest van zijn familie. Want die was alles behalve normaal. En ook het leven dat Gijs leidde was alles behalve doorsnee. Om te beginnen zijn familie. Het lijkt me handig als ik je die even voorstel. Gijs' vader, Thomas de Bruin, is uitvinder. Het soort uitvinder dat de meest vreemde en bizarre uitvindingen doet. Daar ga je nog veel over lezen. Nou ja, horen in jullie geval. Ik kan je alvast wel een voorbeeld noemen. Omdat je anders misschien niet gelooft hoe bizar zijn uitvindingen zijn. Zo vond hij op een dag een paar pratende navigatieschoenen uit. Ja, reuze handig. Je geeft de schoenen een gesproken instructie. Bijvoorbeeld het snoepwinkeltje van meneer Glub op de hoek van de Dwarsstraat en het Sterrenplein. En dan hup, beginnen de schoenen gewoon te lopen. Zomaar uit zichzelf. Brengen ze je waar je wezen moet. Nu niet meteen naar de schoenenwinkel rennen. Want ze zijn niet verkrijgbaar. Ze zijn nog niet helemaal uitontwikkeld. Soms krijgen de schoenen onderling ruzie. En kibbelen ze de hele weg. Ik zei dat we rechtsaf moeten gaan. En dan het tweede steegje links. Niet dus. We moeten rechtdoor. Derde lijntje naar rechts. En dan de eerste weg links. Het gevolg van een dergelijke ruzie is dat de schoenen ieder een eigen weg gaan. De drager ervan komt in een onmogelijke spagaatstand te staan, terwijl onder hem de schoenen elkaar stijf vloeken en elkaar proberen te schoppen. Dan de moeder van Gijs, Lydia Lepel.
Ze is schrijfster van kookboeken. Ze bedenkt allerlei recepten met de meest waanzinnige ingrediënten. Haar gestoomde kabeljauwwangetjes met chocoladetruffelsaus zijn onovertroffen. Op het moment dat dit verhaal begint, is ze in onderhandeling met een televisieproducent die haar graag een kookprogramma wil aanbieden. De boeken van Lydia Lepel worden wereldwijd erg goed verkocht. Alleen de titel Lekkere recepten met vetplanten en boomschors, die loopt niet zo geweldig. Met de moeder van Gijs uit eten gaan is altijd een belevenis. Het duurt alleen al een uur voordat ze haar bestelling klaar heeft. Af en toe moet ik ook een slokje, hè? Want bij ieder gerecht stelt ze een vraag aan de ober. Is die forel gegaard in bronwater of in leidingwater? Daarna, als het eten dan eindelijk komt, ruikt ze uitgebreid aan het eten. Ze besnuffelt het van alle kanten en neemt dan pas een hap, die ze luid smakkend, dan komt er veel lucht bij, is goed voor de smaak, proeft. Ze geeft daarbij veel commentaar. Te zout, te veel peterselie, te gaar, wel gebakken in de juiste oliesoort. En dan komt het ergste. Dan roept ze de kok erbij en geeft ze hem ongevraagd advies. Luister, ik ken een winkeltje waar het zeezout rechtstreeks uit de zee gehaald wordt. Hier, ik schrijf het adres even op. En wat voor pannen gebruikt u? Ach, dat is een rotmerk. Proef je ook aan dit carbonaatje? Nee, ik heb wel een tip voor u. Tegen die tijd heeft de rest van het gezin rood aangelopen gezichten van schaamte en glimlachten ze verontschuldigend naar de andere gasten en het personeel. De kinderen lijken altijd een beetje te krimpen als ze met hun moeder in een restaurant zitten. Hun schouders hangen alsof ze onzichtbaar willen worden. Als Lydia een gerecht dan toch lekker vindt, boort ze meerdere malen hard zonder zich daarvoor te excuseren. Onzin! Het getuigt juist van heel veel respect en waardering voor de kok als je boert naar de maaltijd. Soms maakt het zo bont in een restaurant dat de rest van het gezin, zonder dat Lydia Lepel het in de gaten heeft, stiekem verhuist naar een ander tafeltje en daar dan een hele leuke ontspannen avond heeft. Lydia Lepel zit dan boerend en luid commentaargevend alleen aan haar tafeltje. Ten slotte heeft Gijs nog twee zusjes, Pip en Sophie, die 2 minuten na elkaar geboren zijn. De tweeling heeft een rare gewoonte. Ze vullen elkaar de hele tijd aan. Dus als je aan één vraagt, hoe was het vandaag op school? Dan krijg je antwoord in 2 delen. Pip antwoordt bijvoorbeeld, prima, het was vandaag. En Sophie gaat verder, een leuke dag, we hebben getekend en... Pip gaat weer door, in de pophoek gespeeld. Praten met de tweeling, dat is best vermoeiend, vindt Gijs. Pas als je één van de twee recht in de ogen kijkt en de bijbehorende naam gebruikt, krijg je alleen van diegene antwoord. En Gijs zelf? Nou, dat is dus een hele gewone jongen. Hij zit op voetbal, houdt van muziek en boeken lezen. Lust geen koolsoorten, maar is dol op friet en pannenkoeken. En heeft op de deur van zijn kamer een papier geplakt waarop staat: verboden toegang voor tweelingen. Zijn zusjes trekken zich er trouwens niks van aan. En spelen geregeld in Gijs' kamer. Eigenlijk vindt hij dat ook niet heel erg, als ze maar wel van zijn origami-collectie afblijven. Dat is dus één ding waar Gijs heel goed in is. Origami. Van stukjes papier die jij en ik zouden weggooien, zoals oude papierlijstje, kassabonnen, koekwikkels, boodschappenlijstjes, parkeerbonnetjes, kan Gijs de prachtigste dingen vouwen. De Eiffeltoren, dinosaurussen, olifanten, bootjes en dan 3 masters en oude historische zeilschepen, niet die eenvoudige bootjes die jij en ik maken, bloemen en zelfs een Spiderman. Gijs heeft het allemaal al eens gevouwen. Al zijn ontwerpen staan uitgestald in zijn slaapkamer op de vensterbank. Gijs heeft origami geleerd van zijn opa. Een prachtige kunstvorm, een jongen. Jammer dat de mensen dat hier niet zien in Japan, waar origami een kunst is. Je kunt er goed geld mee verdienen als origami kunstenaar. Opa had een garnaal gevouwen en deze aan Gijs gegeven. Het is net wiskunde, jongen, maar dan met papier in plaats van met cijfers. Zijn mooiste origami vindt Gijs zelf de Brachiosaurus. Een enorme dinosaurus die met zijn lange nek makkelijk bij de toppen van de bomen kan om een blaadje te eten en zo zwaar was als wel 12 olifanten. De Brachiosaurus van Gijs is natuurlijk niet zo zwaar. Die weegt maar een paar gram en is slechts 5 centimeter groot. Ongeveer 1 jaar geleden ontdekte de familie de Bruin een onbewoond eiland. Wat vreemd is, want je zou denken dat er op de hele wereld geen enkel onbewoond eiland meer is. Dat ieder stukje aarde inmiddels wordt bewoond door mensen, apen, koeien, of in ieder geval door muizen, ratten,
muggen of kakkerlakken. Je zou denken dat de mens vliegend, rijdend, varend en wandelend toch al wel de hele wereld heeft ontdekt en ingericht en er een eigen plekje van heeft gemaakt, compleet met meubeltjes en kledingkasten. Dat zou je denken. Toch heeft de familie De Bruin een jaar geleden dus een onbewoond eiland gevonden. Een eiland dat niemand kende, dat niet op landkaarten stond en waar niemand nog een naam aan had gegeven. Daarom deden zij dat maar. Zij noemden het Kawipi Wipi. Dit is hun verhaal. Ben je er klaar voor? Ren nog even naar de wc. Haal een glas drinken, wat te eten. Plak een papiertje op de deur waarop staat dat jij niet gestoord wilt worden. En daar gaan we. Op weg naar een ongelooflijk avontuur. Ik drink ook nog wat. Mus en zo. Zo begon het. Toch niet weer, hè? Mama keek hoofdschuddend naar papa, die op het weiland naast zijn vliegtuig stond. Het was een heel oud vliegtuigje dat hij van opa gekregen had. Opa had het weer in zijn achtertuin gevonden. Gewoon op een ochtend, toen hij wakker werd en de gordijnen open had gedaan. Verrek, had opa gemompeld en hij had eens goed in zijn ogen gewreven. Maar toen hij ze weer opendeed, stond het vliegtuigje er nog steeds. Truus, Truus, er staat een vliegtuig op het erf! Oma, die dacht dat hij droomde, had zich omgedraaid en gezegd: ja hoor Jaap, en in de badkuip drijft een onderzeeër. Het laatste was natuurlijk niet echt waar. Dat was gewoon een badeentje. Maar toen opa erg bijziend werd en het vliegen niet meer zo goed ging, had hij het vliegtuig aan papa gegeven. Die had het eerst helemaal uit elkaar gehaald, zodat het hele huis en erf bedolven waren onder moertjes, boutjes, propellers, schroevenplaten, vliegvleugels, remkleppen en noem maar op. Toen hij alles had schoongemaakt, gesmeerd en nagekeken, had hij het vliegtuig weer helemaal in elkaar gezet. Nee, echt. Je zult het zien, zei papa nu. Deze keer vliegt ze echt op limonade. Hij rommelde wat aan een paar schroeven van het vliegtuig dat hij mus had genoemd, vanwege de grijsbruine kleur. Gijs keek naar de lege flessen limonade, die als soldaatjes naast mus opgesteld stonden. Hij grijnsde een beetje. Limonade, hoe kwam papa daar nou toch weer op? De tweeling Pip en Sophie stond naast Gijs. Pip had haar duim in de mond en Sophie beet op een haarpunt. Ze waren 5. Gijs zou over 2 maanden 10 worden. En hij kon haast niet wachten. Hij hoopte dat hij een robot zou krijgen. En dat hij s'avonds in het donkere feest mocht geven met een kampvuur en een speurtocht in de heuvels. Misschien nodigde hij wel de hele klas uit. Gijs vond de tweeling wel grappig. Ze leken erg veel op elkaar en ze namen papa en mama voortdurend in de maling. Dan verwisselden ze snel van plaats bij het eten of gingen in elkaars bed liggen. En verkleedden ze zich halverwege de dag in kleding van de ander. Om ze beter uit elkaar te kunnen houden, maakte mama soms met een stift een stipje bij een van de twee op het voorhoofd. Stiekem als ze nog sliepen en zonder dat ze het wisten. Dan liep een van de zusjes die dag met een oranje of groen puntje op haar voorhoofd. Gelukkig ben jij geen tweeling, zei mama wel eens tegen Gijs. Had dat anders best leuk gevonden, een broer of een hond. Dat zou hij ook goed gevonden hebben. Zo'n grappige haren met lange flaporen en grote bruine ogen. In plaats daarvan had Gijs een hamster. Snuit genaamd, en een goudvis, die hij Haai had genoemd. Nou, net als die keer dat ze op koffie zou vliegen, zeker. Mus stuiterde stijf van de cafeïne over de baan. Mama keek zuur naar papa's achterwerk, dat nog steeds uit het neusstuk hing. En die keer dat ze op shampoo zou vliegen en de lucht daarna dagenlang gevuld was met enorme zeepbellen. Maar ze bleef staan en ze pakte de schroevendraaier van hem aan. Gijs dacht terug aan de lucht, gevuld met prachtige glanzende zeepbellen die roken naar rozen en parfum. Het was een geweldig gezicht geweest. Hij had steeds opnieuw gekeken naar het wonderlijke spektakel. Dat was mooi, riep Pip blij. Een bellenbaasvliegtuig, vervolgde Sophie en ze klapte in haar handen. Kun je dat nog een keer doen, papa? Vroeg Pip. Tja, zei papa. Hij richtte zich weer op. Dat ging niet helemaal. Auw, auw, jakkes! Hij stootte zijn hoofd en toen hij uit de neus van het vliegtuig wilde komen en sprong op en neer, terwijl hij hard over zijn hoofd wreef. De tweeling begon te lachen. Mama zei, tss, daar moet je niet om lachen. Dat kan behoorlijk pijn doen. Maar zelf moest ze ook lachen. Dat zag Gijs, omdat ze erg hard op haar lip beet en haar mondhoeken omhoog krulde. Ze beet zo hard dat er een klein bloeddruppeltje verscheen op haar lippen en de tranen in haar ogen sprongen. Au, riep ze toen. En toen stonden papa en zij allebei schaapachtig naar elkaar te kijken. Mama wreef over haar lip. Goed, wat is er deze keer dan zo anders, pap? Waarom zou ze dan nu wel vliegen? Gijs keek papa vragend aan. Omdat, zei papa, terwijl hij nog een keer over zijn hoofd wreef, het
koolzuur uit de limonade door het verwarmingsproces in de verbrandingscabine vrijkomt en dan omhoog stijgt door de dynamobuis. En die drijft dan weer de propeller aan en... Nou ja, het is een wat ingewikkeld verhaal. Maar uiteindelijk vliegt Musje dan toch echt. Zei mama. Wat nou? Je gelooft me weer niet, hè? Weet je wat? Pakken jullie maar wat te eten en te drinken. Doe de deur van het huis dicht, dan gaan wij een proefrondje vliegen. Oh, Lydia, neem je even dat krat met limonade mee uit de kelder? Dan kunnen we, terwijl wij vliegen, gewoon bijvullen. Het is geniaal. Het is briljant. Nou, mompelde mama. Dan moet ik eerst even de oven uitzetten. Er zit een briljante broccolitaart in. Met geniale wortelpuree en fantastisch gemarineerde kipfilet. Ze draaide zich om en liep naar het huis, dat boven op een kleine heuvel stond. De tweeling huppelde achter haar aan. En jullie moeten een dikkere trui aan. Gijs bleef bij papa staan. Vliegt ze echt op limonade, pap? Met zijn hand aaide hij de romp van Mus. Ja, het werkt echt, je zult het zien. Papa veegde zijn zwarte handen schoon aan zijn broek. Zijn we wel op tijd terug voor mijn voetbaltraining? Gijs voetbalde sinds het begin van dit jaar bij de VV DBIR, de bal is rond, in de E4. Hij keek zijn vader aan. Papa controleerde alle panelen in de cockpit. Zijn haren stonden, zoals altijd, verward in plukjes omhoog. Het puntje van zijn tong stak uit zijn mond. Dit begint toch pas om 7 uur? Tuurlijk zijn we dan terug. En zo niet, vliegen we over het veld heen, gooi ik je er met een parachute uit, lachte hij. Pap! Rijntje, kom op. Haal even wat je denkt nodig te hebben en help mama met dat krat limonade. Dan kunnen we gaan. Nou, morgen ga ik verder. Ze gaan dus vliegen. Maar ja, je raadt het al. Dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. En ze storten neer. En dan komen ze terecht op een onbewoond eiland. Nou, daar ga ik jullie dus morgen over vertellen. Voor vandaag veel plezier met... Dit gewoon een keertje kijken en nog een keertje kijken en delen en zo. En ga zelf eens bedenken wat jij, als jij uitvinder was, wat zou je dan willen uitvinden? Wat zou jouw allermooiste uitvinding zijn? En dat kun je dan tekenen of schrijven. En als je dat gedaan hebt, vind ik het ook superleuk als je die naar me mailt. Je kan hieronder ook een linkje vinden naar mijn website. Kun je me mailen met al jullie prachtige ideetjes en knutselwerkjes. Wat zou jij willen uitvinden? Nou. Wij gaan morgen verder lezen hoe het met het